Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor de ene laatste ronde in seizoen 2. Heb jij aflevering 18 gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie jij die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer. En schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video vooral als je hem leuk vond. Of dislike hem als je hem niet leuk vond. En zeg dan wat er dan verbeterd kan en moet worden. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we nu gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grootprijs van Japan. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1 voor Japan. Een onaangenaam circuit voor mij om te rijden op de controller. De bochten kan ik hier gewoon niet goed nemen. Maar we zullen zien wat we zometeen op uitkomen in Q1. We zijn gewoon lekker bezig op de softbanden. Ziet ik hier wel een klein beetje door en snij ik deze bocht wat af. Helaas, we krijgen er een waarschuwing voor. En dit is een P6 met een 1.28.9. Dat is op dit moment net genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Dus ik ben er nog een keer voor gaan zitten. En ik zie dat er componenten beschadigd zijn. Ik heb ook, niet beschadigd, maar wat beschadigd zijn. Want ik heb, volgens mij de CE en de MGUK heb ik volgens mij weer laten vervangen. Dus we moeten van achteraan beginnen. Omdat ik er toen pas achter kwam, dat ik hem moest vervangen. Maar dat was pas, na vrije training 3 in de kwalificatie. Zijn op dit moment een P11, gereden. Dat hebben we op dit moment gereden. Met een paarse derde sector, Q2 inmiddels. Maar even terug, we moeten dus helemaal van achteraan beginnen, omdat we componenten gaan of hebben vervangen. Dus dat wordt nog heel interessant voor de strategie. En misschien kunnen we naar de punten rijden, misschien ook niet. We zien het allemaal vanzelf wel. Eerst Q2 zien te overleven. En als het niet kan, helaas, dan is het gewoon zo, kunnen we niks aan doen, want de auto is gewoon geen topauto. Waar we wel snel op zijn is met een baan met weinig bochten. Daar zijn we bloedsnel op. Kijk maar naar Monza. Komen we aan bij de laatste bocht. Op naar start-finish, DRS geopend en het is een P4. P11, dat is niet genoeg en we moeten er nu voor gaan zitten, maar ik maak daar een foutje door te veel op de curbstones te gaan rijden en daarmee is mijn exit verpest en heb ik een paar duizendste zitten we boven de tijd, wat niet goed is. Nu weer in het groen, dat is nu gelijk weer rood geworden. Ik had iets te vroeg gejuicht en ik ben er bang voor dat we het niet gaan redden. Toch groen is sector 1 en 2. Een tiende onder onze tijd. Het is een P9 geworden. En dat is niet genoeg. P13, helaas, want Russell pakt ons. Voor het eerst in mijn career mode zijn we verslagen, volgens mij door George Russell, als ik dat goed zeg. En de race... in de regen. Beloof wat moois te gaan worden. We gaan dus geen stops maken. En ik zit er even te denken om de CE te vervangen. Die gaan we dus vervangen, want die redt het gewoon niet. We starten dus van achteraan, want we hebben een 10 plekken straf gekregen. En dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden voor carrière aflevering 19. De ene laatste wedstrijd in seizoen 2. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Isa Bay in the beautiful Japanese countryside.
What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix? We're southwest of the city of Nagoya today at a wet and windy Suzuka circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here, with Sector 1 likely to prove especially difficult in these conditions. We should see overtaking into turns 1 and 16 today, and maybe a few Kobayashi-style dives into the hairpin as well. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Valtteri Bottas lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Gasly, Carlos Sainz, and Albon, Norris, Ricciardo, Kvyat, and Sergio Perez, Vettel, Russell, Esteban Ocon, and Stroll, Leclerc, Magnussen, Antonio Giovinazzi, and Kimi Raikkonen, Grosjean, De Vries, Latifi, and the Professor. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid intermediates. En intermediates, dat is de strategie voor vandaag. Dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 19. De ene laatste ronde van seizoen 2 gaat van start met onszelf op de laatste plek in het regenachtige Japan. En we zijn onderweg. En we komen heel goed weg. Kijk maar eens. Grosjean, De Vries, Latifi, verschalkt. Raikkonen ook al verschalkt. Zelfs Kevin Magnussen al verschalkt. Hoppata. Hoeveel posities gewonnen? Geen flauw idee, maar heel veel. Giovinazzi en Leclerc hebben het met elkaar aan de stok. Wij rijden op gepaste afstand om geen last te krijgen van de spray. En gaan hier buitenom Giovinazzi voorbij. Dan is deze binnenkant voor ons. Maar Giovinazzi laat hem staan. We moeten nog even geduld hebben bij de Italiaan, helaas. Maar een goede eerste ronde. We waren de auto daar bijna kwijt. Maar we hadden hem mooi gered. En Kevin Magnussen kon gelukkig niet aanvallen. Kunnen we hier Giovinazzi dan wel aanvallen? Jazeker. Ook Charles Leclerc, vraagteken. Ja, dat lukt. P15. Hoppata, dat is heel goed. Van P22 naar P15 in een halve ronde tijd. Doe dat maar eens na. Uitstekend werk. Dan heet de volgende Lance Stroll. Die dus voor ons rijdt, maar wel een gat heeft van 19e ongeveer een seconde. Ronde nummer 2 inmiddels. We kijken aan de binnenkant van de Canadees. Laten hem hier staan. En P14 is van ons. Mooi gedaan. Dan heet de volgende George Russell, onze teamgenoot. En we gaan ronde nummer 3 in. George is ahead of you. The gap is less than a second. They're on fresh inters. 16e is het verschil naar George Russell. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 43.7. We're gaining by around 2 tenths per lap. We winnen ongeveer 2/10 per ronde, zegt Jeff. En hopelijk blijven er niet al te lang achter. Helaas is dat wel een feit, want het is nu in één keer ronde nummer 8. 5 ronden later en we zitten nog steeds achter George Russell. Kijk hier wel naar die binnenkant. En P13 is van ons. Het heeft wel even 5 ronden geduurd. Maar goed, beter een positie ingehaald. En lang wachten dan... Ja, niet wachten en misschien wel crashen of spinnen. En dat is heel erg zonde. Volgens mij heeft Sebastian Vettel een probleem. Hij rijdt ontiegelijk langzaam. En volgens mij heeft Kvyat een groot gat achter zich. 20 minuten lichte regen. De intermediates blijken nog steeds dezelfde. Sorry. De snelste band, de geschikte band voor deze weersomstandigheden. Dus onze laatste pitstop wordt ook een intermediate compound. We kijken bij Esteban Ocon. Raken net niet Sebastian Vettel. We mochten van geluk spreken. En ja, dat is heel goed gedaan. Voor ons rijdt dan nu Seb... Jezus Christus. Ik dacht Seb Vettel. Maar ik zat te twijfelen tussen Sebastian en Seb. Dus toen kwam er dat uit. Sebastian Vettel. Alsjeblieft,
nu heb ik het wel goed gezegd, Sebastian Vettel, Seb Vettel is het eigenlijk, tenminste zo noem ik hem. Maar hij rijdt van ons weg. En Esteban Ocon zit achter ons, maar 3/10. Vettel zit te slapen, wij vallen aan bij de Duitser. Wel een waarschuwing voor track limits, maar het boeit ons helemaal geen ene. Dat dus. En we gaan ronde nummer 10 in. En we zetten paars in sector 3. Goed gedaan. Ronde nummer 13. En we zetten weer paars in sector 3 neer. En 2 stop in 1 keer. Huh? Dat is gek, want we zouden een 1 stopper doen. Ik weet niet wat er met de strategie aan de hand is. Maar die 2 stopper gaan wij in ieder geval niet volgen. Wij volgen gewoon de geblende 1 stopper. Maar we gaan nog wel lang door op deze intermediate. Esteban Ocon zit maar 16e achter ons. Dus dat wordt nog wat. Groen in sector 1. Een 1000ste sneller om precies te zijn. Nou mooi. Dat is leuk. Ronde nummer 14. Ricciardo is naar binnen gedoken. Pierre Gasly is naar binnen gedoken. Sainz is naar binnen gedoken. En die komt voor ons de baan weer. Ja, voor ons op de baan weer terecht. Misschien kunnen we Sainz gaan aanvallen. Maar ik heb volgens mij wel gehoord, tenminste dat heb ik er niet in gezet. Maar ik heb gehoord dat Jeff zei dat Perez een probleem heeft. Kijk maar, want hij rijdt ook heel langzaam. En hij houdt daar gewoon Carlos Sainz op. Dus dit kan een geslaagde kans zijn voor ons. Perez duikt naar binnen. En wij profiteren gelijk toe van de blunder van Carlos Sainz. Goed gedaan. En we pakken ook gelijk Lando Norris mee. Dat is heel mooi. Volgens mij is George Russell naar binnen gedoken voor zijn laatste pitstop. Groen in sector 1, groen in sector 2. We zijn heel snel onderweg. En we moeten voor Sergio Perez de baan opkomen. Lewis Hamilton zet een 1.41.0 neer. De snelste race ronde tot nu toe. En wij duiken dus naar binnen voor onze laatste pitstop in ronde nummer 16. Ricciardo is een 1.40.8 neer volgens mij. Daniel Ricciardo een 1.40.8. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. 2.7. Goede pitstop. Fiat is ons gepasseerd. En we komen gewoon mooi achter Sergio Perez. Sorry, wat zeg ik nou weer? We komen mooi voor Sergio Perez weer de baan op. Excusez, ik had me even vergist. We komen voor Perez weer de baan op. Dat is heel goed. En stel het was achter, ja, dan hadden we hem denk ik alsnog ingehaald. Maar beter voor dan achter. We zitten inmiddels in ronde nummer 21. Het gaat alweer lekker snel. Want, ja, bij de voorgaande rondes die ik uit heb geknipt, was er niet zoveel aan de hand. Dus heb ik maar een paar rondes verder geskipt in de editing software. Bottas zet een 1.40.2 neer. Verstappen zet een 1.40.1 neer. En Bottas leidt de wedstrijd volgens mij. Perez lijkt zijn snelheid weer te hebben gevonden. Denk ik. Dat is nu 16e. Gap to car in front is 11.6 seconds. Ja, dat halen we toch niet meer in, Jeff. Dus lul maar wat je lullen kan. Wij moeten gewoon deze P10 zien binnen te slepen. En dan hebben we het heel erg goed gedaan. Om van P22 naar een P10 te finishen. Op een baan die ik niet fijn vind. In de regen nog wel. Met hele tricky, ja, conditions, weersomstandigheden. Dan, ja, hebben we het gewoon uitstekend gedaan. Ongelooflijk. Gewoon geprofiteerd van Perez en fouten. En ja, als het zo eindigt, dan gaan we ons opmaken voor de laatste ronde in Brazilië. In ronde nummer 24 zetten we een 1.40.9 neer. Persoonlijke snelste verbetering van onze race ronde.
Dat gat is nu 1,3 seconden. We zijn weggereden van Checo Perez. Die dit jaar en dit seizoen in real life teammaat van Verstappen wordt. Ik vind het heel leuk dat hij er rijdt. Ik denk dat hij echt wel beter is dan een Alexander Albon. En ik verwacht er een serieuze strijd bij Red Bull Racing. Terug naar onze eigen career mode. Ja, we hebben gewoon goed gereden. Ja, de wedstrijd is nog niet voorbij. Bijna voorbij. Maar we zijn er nog niet, want Perez zit maar op 19e van ons. Ik vind het ook wel heel fijn dat Perez toen dat probleem had en dat we hem hadden geovercut. Mooi om te zien. Vijf ronden fuel remaining, oftewel twee ronden extra fuel aan boord. We gaan de laatste raceronde nu officieel in. Goed gedaan. Een prima strategie. Perez dus geovercut. Kalm gebleven in de regen. Misschien een paar kleine foutjes gemaakt, maar ja, dat geeft niks. Mooie inhaalacties. Een perfecte start gehad eigenlijk. Ja, vind ik zelf. En ja, dan zie je maar. Dan kan er van alles gaan gebeuren. En we rijden op dit moment op een P10. Ik denk ook dat we dat gaan binnenslepen. En een punt pakken voor mijn team en mijzelf natuurlijk in het klassement. En we mogen er heel trots op zijn. Dat sowieso. Want Perez gaat dit sowieso niet meer dichtrijden. Het gat is 15e. Maar ja, hij kan nergens aanvallen. Valtteri Bottas wint de wedstrijd. Wij finishen dus op een P10. We pakken een punt. Na deze hele mooie wedstrijd in Japan. En dan gaan we ons opmaken voor de seizoensfinale in Brazilië. Done it then, here at Suzuka, a brilliant win on this beloved Figure of Eight circuit. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions, and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today, and the results speak for themselves. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Hierbij dan dus de raceuitslag. Bottas wint de wedstrijd. Verstappen pakt snel het racefondepunt. Finisht op P2. Hamilton naar P3. En onszelf dus naar P10. Goed gedaan van ons. Russell naar P14. Zonde. En wij krijgen ook Driver of the Day van de fans en van Anthony Davidson. Een super resultaat. En daar mogen we heel trots op zijn. P6 in het klassement. En misschien kunnen we Daniel Ricciardo nog pakken voor P5. Maar je weet het maar nooit. We zullen gewoon zien. En McLaren. En mijn team. Ja, die knokken nog gewoon voor het WK. We zijn weer terug bij het oude. Ja, dit was Gianan mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden op deze video. Deel de video ook, ja, als je hem aan je medemens wil laten zien. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Tot de volgende keer bij F1 2020. My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Brazilië voor de seizoensfinale van seizoen 2.